Nou weet ik waarom het een tijdje heeft geduurd voordat ik een filmpje heb geüpload. Maar hallo, ik ben er weer. Ik ben Find the Creator. Ik maak content op internet voor Jan en alle man. Mensen, we zitten midden in een crisis. En ik zeg je eerlijk, ik voel hem. Ongetwijfeld jij ook. Ongetwijfeld jullie ook. Ik voel het. Ik voel het. Ik voel het voor jou. Ik voel het voor mijn familie. Ik voel het voor mijn naasten. Ik voel het voor mijn buurman. Ik voel het voor mezelf. En ik heb de afgelopen dagen rondgelopen met een gevoel in mijn systeem van onbehagen. Ik heb zitten nadenken van wat is dit nou? Wat is dit? Wat is dit nou? En hoe ga ik er persoonlijk het beste mee om? De situatie waar we in zitten is ongekend. Ik wil niet te veel in herhaling vallen. We hebben al veel over dit gesproken. En er wordt veel over corona gesproken. Maar zal ik je vertellen wat er door mijn hoofd heen gaat? Hoe ga ik, Find the Creator, met deze hele coronacrisis nou om? Ik heb voor mezelf bepaald dat ik het niet groter wil maken dan is, dan nodig. Ik doe mijn best om positief te blijven. En ik doe mijn best om gefocust te blijven tijdens deze crisis. Nou ben ik een mannetje met verantwoordelijkheden. Maar ik kan niet zeggen dat ik kinderen heb rondlopen waar ik voor moet zorgen. Sterker nog, de grootste verantwoordelijkheid ben ik toch ikzelf en naar mijzelf toe. En hier en daar heb ik een aantal taken waar ik me mee bezig moet houden. Maar ik ben een ambitieus mannetje. Ik heb echt ambities. En in mijn ambitie, onder andere mijn kanaal, merk ik dat ik nu een klein beetje tegen een muur aanloop. En waar ik toch echt graag doorheen wil breken. Want ja, we allemaal worden nu op de proef gesteld. Wij allemaal zitten nu thuis, geïsoleerd. En worden geconfronteerd met onszelf. En wie we zijn. Om niet te vergeten wie ik ben. Om niet te vergeten aan welke doelen ik werk. Heb ik nagedacht hoe ik dat op een passende manier een plekje kan geven in mijn leven. Ik dacht, ik kan wel lijstjes maken in huis en dingen gaan opschrijven. Kan ik doen. Maar ik heb iets anders gekozen en ik wil het jullie graag laten zien. Ooit 10 jaar geleden heb ik voor mezelf een cadeautje gekocht. Waar ik eigenlijk 10 jaar lang niet naar heb gekeken. En binnen de Surinaamse gemeenschap is zelfwaardering uiteraard, alle gemeenschap uiteraard, maar in de Surinaamse gemeenschap is een stukje zelfwaardering, je eigen ik, je eigen spirituele wezen, een heel erg belangrijke sleutel voor groei, voor besef, voor kennis, voor rijkdom. En ik heb iets voor mezelf vandaag in orde gemaakt, om maar even zo te noemen, wat een klein beetje scheef stond. 18 jaar geleden ongeveer, zoiets denk ik, of misschien zelfs langer, heb ik voor mezelf een ring gekocht. Dat is deze. Ik zal het even laten zien. De welbekende mattenklopper. Die best populair is in onze gemeenschap. Hij is van zilver. En ik heb besloten deze weer te gaan dragen. En ik heb daaraan toegevoegd een nieuw dingetje. Ik heb het echt net gehaald en ik denk ik ga het met jullie delen. Omdat ik dit soort dingen wel heel belangrijk vind en jullie weten inmiddels wie ik ben en hoe ik ben. Maar ik heb daaraan toegevoegd een niet al te duur, maar voor mij een prachtig mooie bracelet, of hoe je het ook noemt,
een mooie armband. Ik ga die nog niet nu, want dat kan ik nog niet. Maar die zal ik straks om kunnen doen. En die ga ik kunnen dragen. Wat ik voor mezelf nu doe. Voor de mensen. Wat ik voor mezelf nu aan het doen ben. Is ik heb een fysiek ding. Waar ik naar kan kijken. Waar ik mijn kracht in kan stoppen. Of mijn kracht uit kan halen. Puur met het doel. Ter zelfbescherming. En groei. Want in tijden zoals deze, zoals ik al mee begon, is het zo snel dat je jezelf kwijtraakt in zorgen, in verdriet, in onwetendheid, in onduidelijkheid. De informatiestroom over corona of 5G of andere zorgen die momenteel niet in het nieuws komen. Gaat zo snel, dan hoor je dit, dan hoor je dat. Uiteindelijk is het het entiteit jij. Jij bent degene die op een gegeven moment die informatie moet verwerken en een plaats moet geven. In het hoofd, in het hart. Het kan soms heel zwaar zijn. Sorry, we kwamen al uit een hele zware en moeilijke periode. Het is niet dat we de coronacrisis zijn ingegaan. Zo vrij als een vogel zonder zorgen. Nee, was onze situatie, de gesteldheid van de staat van deze wereld, of jou persoonlijk of je gezin, dat was misschien al heel erg moeilijk en dit komt er nu nog eens bij, bovenop. Want onze zorgen zijn niet weg, die zijn er nog steeds, maar die worden momenteel heel onderdrukt door iets anders wat aandacht van ons vraagt en prioriteit van ons vraagt. Maar jij en ik staan nog steeds onder spanning. Wanneer corona misschien wat meer op de achtergrond verdwijnt, zullen onze andere problemen weer in de voorgrond treden. Eén met jezelf, zelfredzaamheid, betekent dat je soms beslissingen moet nemen en stappen moet ondernemen om jezelf te beschermen, te behoeden, zodat er niets wordt afgebroken. Dat je fundament niet wordt afgebroken. Maar dat we nu in deze tijden van crisis misschien een beetje pas op de plaats kunnen houden. Maar dat we straks weer verder kunnen gaan om te bouwen. En het fundament te versterken, jou te versterken. Dus nodig op die manier goede dingen op je af. Nodig op die manier en vraag of het nou een God is wat je aanbidt, of hoe je God ook noemt, of hoe je, ik weet het niet. Ik zeg altijd, vraag het universum om datgene wat je wilt. En wees specifiek en het zal je gegeven worden. Om mezelf niet kwijt te raken in deze crisis, heb ik een visuele reminder voor mezelf. Weer. Dit is voor mij wanneer ik naar mijn pols kijk of naar mijn hand. Of wanneer het me irriteert, want ik kan eigenlijk niet met dingen aan mijn hand. Is voor mij een constante reminder. Of ik nou wakker ben of slaap. Ik ben bezig met mijn eigen groei, mijn vooruitgang, mijn succes. Voor mezelf, voor mijn naasten, voor de mensen waarvan ik hou. En zelfs onbekende mensen. Manifesteer wat je wilt door de acties die je vandaag neemt en doet. Maak jezelf krachtig. Maak jouzelf krachtig.
Want die kracht ga je nodig hebben om uit deze crisis te komen en dit te kunnen doorstaan. En in het geheel ook nog een kracht te kunnen zijn voor andere mensen. Dit was even een korte Find the Creator. Ik denk, ik neem jullie heel even mee. Na zo lang niet gesproken te hebben met jullie in hoe ik me voel. En waar ik mee bezig ben. Laat vooral in de comments hieronder even een reactie achter. Van wat je nou vindt van mijn verhaal. Weet je, dan heb ik niet het idee dat ik tegen een muur aan het praten ben. Maar ik zou het leuk vinden om te horen van jullie hoe jullie met deze crisis omgaan. En met name waar je naar uitkijkt, waar we straks weer kunnen staan. Met elkaar en niet alleen. Bedankt voor het kijken, Find the Creator. Like en subscribe en deel deze boodschap. Voor de mensen waarvan je houdt. Bye bye. Ciao, ciao. Oké, de volgende keer gaan we weer een beetje lachen. Hoor, want ik wil tijd dat ik een beetje humor ga maken weer op het kanaal. Bye.